Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht. Maar de tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen. De schoonheid ver te zoeken, de dromer staat alleen. Lieve mensen, het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht. De tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken, de dromer staat alleen. Dit zijn de eerste woorden van het lied Geef Licht van Stef Bos. Een lied dat hij, geïnspireerd door zijn dagelijks leven in Zuid-Afrika, speciaal voor de kerst in 2018 schreef. Hij geeft krachtige woorden aan het onrecht wat de wereld in zich heeft. We kunnen niet ontkennen dat er veel misstanden zijn. En daar kan nooit genoeg aandacht aan worden besteed. Maar zijn hoopvolle boodschap is toch vooral om het cynisme te laten varen en van betekenis te zijn voor elkaar. Hij heeft in Zuid-Afrika ervaren dat juist de mensen die in het duister zitten je laten zien waar je het licht kunt vinden. En dat verhaal vertelt hij met zijn lied Geef Licht. Mensen kunnen elkaar altijd licht en liefde geven. Het maakt niet uit wie je bent, waar je je bevindt of wat je doet. Gebrek aan licht maakt mensen vaak somber. Licht beïnvloedt onze stemming, ons brein en onze zintuigen. We hebben licht nodig om te leven en om ons goed te voelen. Om positief te blijven en door te gaan. Hoe mooi is het dan ook dat we daar iets op gevonden hebben. Als in december de dagen korter worden, gaan we massaal op zoek naar licht. En dat vinden we in vele vormen en variaties. We versieren huizen, kantoren, tuinen, straten en pleinen met guirlandes van licht. Al dat licht nodigt uit tot een extra blokje om in de avonduren. We hebben dit jaar meer dan ooit de behoefte om het gezellig te maken. En sfeervol. Want ook deze kerst is weer anders dan waar we met z'n allen op hadden gehoopt. Allemaal samen zijn is ook nu helaas niet mogelijk. Gelukkig hebben we de afgelopen 2 jaar allerlei manieren gevonden om er toch voor elkaar te kunnen zijn. Want licht zit in hele kleine dingen. In een kaartje dat je stuurt naar die vriend uit een ver verleden. Of dat je in de bus stopt bij een buurtgenoot die vaak alleen is. Of de buurman waar je altijd op kunt rekenen. Licht zit in die zelfgebakken cake die je tegelijk met de boodschappen bij de buren neerzet die in quarantaine zijn. Licht zit in die extra portie runderstoof die je maakt voor je tante omdat ze vaak bij je oom in het ziekenhuis is. Licht zit in het steunen van inwoners en ondernemers die extra zwaar getroffen zijn door het virus. Licht zit in alle mooie wensen die we hebben samengebracht op het Wilhelminaplein. We weten heel goed hoe we elkaar kunnen raken. Hoe we het leven voor mensen die het zwaar hebben wat lichter kunnen maken. Ik heb er de afgelopen 2 jaar ontelbaar veel voorbeelden van gezien en gehoord. En daar ben ik u allemaal oprecht dankbaar voor. We zorgen voor elkaar, we verrassen elkaar, we bellen, we appen, we praten elkaar moed in. En we proberen niemand uit het oog te verliezen. Ik hoop dat we dat vol kunnen houden, zolang als dat nodig is. Want de betekenis van contact en steun, van aandacht en begrip, blijft van onschatbare waarde. Het zijn lichtpuntjes in deze voor vele mensen zo donkere tijd. Ook Stef Bos zorgde voor lichtpuntjes dit jaar. Ik vermoed dat velen, net als ik, genoten hebben van zijn optreden aan het tv-programma Beste Zangers. Indrukwekkend, hoopgevend en inspirerend. Het was prachtig. Een ander lichtpuntje, of eigenlijk meer een lichtend voorbeeld, zag en hoorde ik aan het begin van dit jaar bij de inauguratie van president Biden in Amerika. Het prachtige en treffende gedicht dat de 22-jarige Amanda Gorman schreef en voordroeg, werd over de hele wereld online massaal gedeeld. Het licht blijft altijd schijnen. Als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn.
Met deze indrukwekkende uitspraak raakte ze miljoenen mensen in het hart, jong en oud. Maar zeker ook in ons eigen vertrouwde Zomeren, Zomeren Eind, Lierop en Zomeren Heide, zijn jongeren van grote betekenis voor elkaar en voor hun omgeving. Dat realiseren we ons in deze coronatijd meer dan voorheen. En ik gun alle jongeren oprecht dat ze zo snel mogelijk weer gewoon door kunnen gaan met hun leven. En weer onbegrensd kunnen genieten van alles wat het leven zo mooi maakt als je jong bent. Ik hoop van harte dat u met waardering voor elkaar en aandacht voor iedereen die het extra nodig heeft, het kerstfeest van 2021 mag vieren. Dagen van licht, vrede, nieuw leven, hoop, lekker eten en drinken en geschenken. En tot slot wens ik u allen toe dat u deze kerst ook als een geschenk mag ervaren. Dat er vele lichtpuntjes mogen zijn, voor u persoonlijk en voor een betere toekomst van de wereld.